community van Living In wordt opgebouwd. Isolde Verhoeven werkt hieraan als community manager. Maar belangrijker nog is dat vanuit de bewoners zelf de community gebouwd wordt. En dat begint natuurlijk bij de stuurgroep. Dit zijn Twan Breukers, Annemarie van Venrooy, Peter Jansen, William Kobussen, Jan Heineman en Karel Nieuwkoop. De stuurgroep is ook al van start gegaan. Er zijn een aantal vergaderingen geweest, er is een protocol geschreven en er is een start gemaakt met de schakels. Toen Karel voor de zomer de oproep voor de stuurgroep zag, hoefde hij daar niet lang over na te denken. Oh, ja, ik denk dat die krulletjes dat het een beetje de Waal moet representeren. Je ziet denk ik wat van die forse gebouwen. Dat forsere gebouw is denk ik het casino. Nou, daar kijken we zo meteen vanuit mijn raam op de 11e verdieping denk ik min of meer over uit. Ja, van Living In bedoel je ja, dan, hè? Ja, ja. Ja. Dus op je werk heb je het uitzicht en, en straks als je in Living In gaat wonen ja, ook. Ja, ik denk dat dat ongeveer vanaf mijn kant het uitzicht gaat zijn, dat je zo richting de stad kijkt inderdaad. Hey, we zitten hier op jouw werkplek. Ja. Dat is bij? Dat is bij de Radboud Universiteit. In het dagelijks leven ben ik docent en promovendus hier bij de vakgroep bestuurskunde. Momenteel doe ik onderzoek naar de realisatie van warmtenetten en samenwerking daarin tussen aan de ene kant de overheid, aan de andere kant private partijen, maar vooral ook de manier waarop burgers daarin betrokken worden. Bij Living In heb je ook nog een rol naar je toe getrokken en dat is niet de minste rol, want je bent onderdeel van de stuurgroep. Ja. Ja. Ja, ja, de rol van de stuurgroep en de rol van de stuurgroep moet zich natuurlijk ook nog een beetje ontwikkelen. Dat is eigenlijk vooral het een beetje bieden van structuur en aan de hele community. He, de community is natuurlijk eigenlijk hetgene wat Living In uniek maakt. He, buiten de community is Living In toch vooral een mooi gebouw. Maar we proberen daar met z'n allen zometeen iets meer van te maken. Wij proberen in die community vooral om mensen met elkaar te verbinden en om mensen te ondersteunen, ervoor te zorgen dat iedereen op zijn eigen manier daar zijn plek kan vinden in dat gebouw en ook binnen de community die we zometeen met elkaar gaan hebben. Als jongste van de groep heeft hij een duidelijke missie. Ik heb dat toen gedaan omdat ik dacht van het is bijvoorbeeld ook goed dat iemand vanuit de starters vertegenwoordigd is in die stuurgroep. Want jij bent nog super jong dan? Ja, ik ben 25 op het moment, dus dat is nog niet zo heel erg oud, denk ik. Om ook hun perspectief erin te brengen. Want het gaat er natuurlijk vooral om dat die community, dat iets is wat voor iedereen werkt. En iedereen heeft weer andere behoeften, maar ook andere mogelijkheden. En starters, maar sommige niet-starters ook wel, die werken bijvoorbeeld vaak nog fulltime. Ik ben in principe van maandag tot en met vrijdag gewoon de hele dag hier. Dus het is goed om dat perspectief ook in te brengen, dat binnen die kaders wel gewerkt moet worden. En dat als mensen bijvoorbeeld een wandelclub willen organiseren op woensdagmiddag, dat misschien best kan. Maar dat je daarmee wel vooral dan de bewoners zult aanspreken die niet meer werken. En dat het anders misschien op zaterdag moet. Nou goed, dat zijn dan de discussies ook waar we het in de stuurgroep wel eens over hebben. Hoe zorgen we ervoor dat het ook voor de werkenden, dat het toch passend wordt? Ja. Voor Karel zijn de bijeenkomsten van de stuurgroep ook anders dan hij gewend is in zijn dagelijkse manier van werken op de universiteit. Hey Karel, en dat vergaderen dan in zo'n stuurgroep, hè? Gaat dat een beetje zoals jij gewend bent met de generatie die hier in het pand zit? Of? Over het algemeen hebben wij als we hier... we hebben in ieder geval al een aantal dingen gedaan om het een stukje beter te maken. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben nu steeds agenda's. Dat hadden we de eerste paar vergaderingen niet. Dus dat helpt een heel stuk dat we dat nu hebben. Mm-hmm. Daardoor verloopt het wel wat gestructureerder nu en iets meer zoals we het hier op de faculteit ook gewend zijn. Ja, dus er wordt opvolging gegeven aan taken. Ja. Om het eerste contact te leggen met de bewoners is er een mail verstuurd. Hierin is opgeroepen om met de buren van dezelfde gang contact op te nemen. De zogenaamde schakels. Wat is die community? Dat moet een beetje zometeen een dorpsgevoel geven aan de mensen. En ook in een dorp, dan heb je vaak het eerste contact toch het makkelijkste met je buren. En dat wouden we dan ook al faciliteren. Ook omdat we zagen, bijvoorbeeld in onze Facebookgroep, dat mensen vaak op zoek waren naar hun buren. Van, goh, ik woon in appartement I-402, wie komt er eigenlijk op I-403? En voorlopig blijven we ook met de bewoners communiceren via de mail. Wij hebben een lijst gekregen met alle e-mailadressen bij de
van de verschillende bewoners. Dus op die manier kunnen we hen ook altijd een bericht sturen. We zijn verder bezig, of er is al een communicatiegroep ook gevormd naast de stuurgroep. En dat gaat dan met name over in eerste instantie het opzetten van een nieuwsbrief die we naar de bewoners toe kunnen sturen en waar we met de bewoners kunnen communiceren. Dus eigenlijk wat er uit de stuurgroep voortkomt, kan dan weer via afdeling communicatie bij de bewoners terechtkomen. Ja. En de bewoners kunnen natuurlijk ook altijd met ons contact opnemen. Daar hebben we ook al een e-mailadres voor. Wat is dat? sg-lin@outlook.com. Wacht even, sg-lin@outlook.com. Dat... Ja, maar daar kunnen mensen contact met ons opnemen. We zetten het er even onder. Ja, zet het er maar even onder. Ja, we zetten het eronder, Karel. Is er dan ook een soort leefregels die jullie voor de toekomst voor je zien? Ja, wij vinden leefregels, daar hebben we wel over gehad. Maar we vinden de leefregels vooral ook heel erg ingewikkeld. Omdat wij willen ook niet aan de bewoners opleggen hoe zij zouden moeten leven. Het is vooral dat zij iets doen met die community. Op een bepaalde manier daar invulling aan geven en vooral op een manier die voor hen zelf passend is. Dus we hebben op een gegeven moment wel een aantal gedachten op papier gezet. Van in Living In groeten we elkaar, staan we open naar elkaar. Maar dat is ook een beetje het niveau waarop het zal blijven. En we hebben er nog geen besluit over genomen of dat we dat ook ergens op een papiertje gaan drukken en aan de mensen gaan meegeven of aan de wand gaan hangen. Daar moeten we misschien nog even over nadenken. Ja. Ja, dat begrijp ik. Maar het is in ieder geval, je zegt geen gekke dingen, want elkaar groeten of lief zijn voor elkaar wordt er wel een beetje bij. Dat is toch wel een beetje de basis. Ja. Hè? Dat mogen we hopelijk nog van de mensen verwachten, zonder dat wij al te dwingend worden. Precies, precies. Je doet vast wel eens je ogen dicht of als je na zo'n stuurgroepoverleg op de fiets zit, dan denk je, ik hoop dat het zo zal gaan. Ja, kijk, ik hoop natuurlijk dat als je zo meteen door die entree dat mooie gebouw binnenkomt, hè, we hebben natuurlijk straks een heel mooi entree. We weten al een aantal dingen van wat daar komt te staan. Een mooie bibliotheek met mooie kasten en een leeftafel. Maar dat het niet alleen een mooi gebouw is, maar dat het de mens ook een goed gevoel geeft. Dat het je het gevoel geeft van, ik kan hier zijn wie ik wil zijn. Er wordt naar mij omgekeken. Er zijn hier dingen waar ik aan mee kan doen als ik dat wil. Maar tegelijkertijd, ik word ook niet iedere dag achter de broek aangezeten om maar hier en daar mee te gaan doen. Ik kan daar een beetje op mijn eigen manier samen met elkaar toch invulling aan geven. Mooi. En hoe ga jij dat doen? Nou, in ieder geval door vanuit de stuurgroep te proberen om de bewoners eigenlijk de mogelijkheden te bieden en om dat te kanaliseren. En ook door, we hebben ook met elkaar afgesproken, het is belangrijk dat wij, in het Engels noemen ze dat leading by example, dat we daaraan doen, dat we zelf ook actief activiteiten opzetten, daaraan meedoen en ons daar vooral ons gezicht laten zien, ook binnen het gebouw. Dus zelf ook gewoon gaan doen? Ja. Ik hou bijvoorbeeld zelf erg van wandelen en van hardlopen en ik kan me heel goed voorstellen dat er meer bewoners zijn die zoiets hebben, ook van diverse leeftijden en dat we dan samen met elkaar zoiets kunnen opzetten.